Dan boeken vol opera heeft ze. En over poëziealbums nog maar te zwijgen. En ook over rouwadvertenties. Puk Kooi, 80 jaar jong. En opnieuw heeft ze een nieuw boek uitgebracht. Over het Nederlandse, of het archief van de Nederlandse reisopera. Welkom, Puk. Dank je wel. Fijn dat u er bent. Ja, dit nieuwste boek, het ligt voor uw neus, heeft u gemaakt. En daarvoor bent u echt de archieven van Nederlandse reisopera ingegaan. Ja. Hoe komt u daar terecht? Eigenlijk is het een lang verhaal. Ik zal proberen het kort te houden. Maar ik was figurant. En toen... ik was dus bij de opera binnen geweest. En daar was een soliste. En die hield mij een keer aan. En die zei, ik heb misschien een baan voor je. En toen dacht ik, ah, misschien mag ik nog eens figurant zijn. Want dat was zo fantastisch. En, maar het pakte anders uit. Ik kwam naar de reisopera. En ze zegt, loop maar even mee. En toen zwaaiden ze een deur open en daar lagen de programmaboekjes en posters en weet ik al niet wat. Fotoboeken lagen hoog opgetast. Kijk, zei ze, dit moet opgeruimd worden. Nou, zo ben ik binnengekomen. Was dat een teleurstelling of was dat een zegen voor u? Nee, dat was toch wel leuk. Ik schrok wel even, maar het had toch ook met muziek te maken. Ja. En het is alweer 20 jaar geleden, dus ik ben er niet voor mijn verdriet. U leeft voor opera, hè? Ja, nou ja, voor muziek. Ja. Opera ook. Heeft u zelf wel eens in een opera mee mogen doen? Ja, als figurant dus. Ja. Wel 7 keer. 7 keer al? Ja, is fantastisch. Ja. Nou, je bent misschien maar hooguit 5 minuten in beeld. Nou, daar heb je heel veel voor over. En dan ga je met de troep mee op reis naar Groningen, naar Maastricht. En je komt diep in de nacht weer thuis. Fantastisch. Maar en wat voor rollen had u dan? Wat voor dingen tot u? Ik was een verpleegster, een hele pittige. En ik was een dode geestenvrouw, zal ik maar zeggen. Uit het geestenrijk. Ik moest deuren openen in de Lustige Witwe. Ja. Dat was heel belangrijk, want dat moest precies op die toon, op die maat, moest die deur openzwaaien. Hele hoge deuren. Nou, dat is allemaal goed gelukt. Geweldig. Wat heb ik nog meer gedaan? Maar allemaal vrijwilligerswerk? Allemaal? Nee, dan ben je in dienst als figurant. Ja. Tegen een heel nederig salaris ook. Maar je hebt er alles voor over om dat mee te kunnen maken. Je wordt ook, je moet auditie afleggen. En dan soms behoor je tot de gelukkigen die uitverkoren zijn. En dan raak je besmet met het operavirus. En dan kom je uiteindelijk dus in die archieven terecht. Ja. Daar hebben we een heleboel mooie dingen gevonden. Onze collega Inge Tjapkers is ook bij u geweest in dat archief. Laten we even kijken naar de pareltjes die daar gevonden worden. Nou, waar kijk ik? Wat is dit? Het is eigenlijk een beetje een boudoir. Bijna. En ik heb het volgehangen met schattige kleine tasjes en wat waaiers. Dit zijn kleine ook allemaal toneel- en opera-attributen. Ja, eigenlijk vind ik dit, daar heb ik het ook wel een beetje op gebaseerd, die entree met dat roze-rode gordijn en het fluweel. Ja, ik vind het helemaal opera. Helemaal opera, inderdaad. Ja. Een van die mooie dingen die we daar zagen hangen, in het boudoir mag je het bijna noemen, dat heeft u nu ook om, hè? Ja, dat heb ik om. Dat vond ik wel een mooi... zie je deze jurk wel absoluut. Op. Het staat, het is helemaal opera. Geen geschikte ketting voor, ik vond dit wel goed. Hartstikke mooi. U verzamelt heel graag, hè? Wat maakt dat u zo graag verzamelt? Ja, dat zit in de genen. Het is niet zo geweest dat je op een dag zegt, kom, ik ga verzamelen. Dat komt er vanzelf uit. En het is echt ook zo, heb ik 2 dingen van iets, dan zeg ik al, het is het begin van de verzameling. Ja. Wat ook feitelijk natuurlijk zo is. Ja. Maar is dat ook een soort van historisch besef, waardoor je graag dingen bewaart? Het is ook de schoonheid waar ik op let. Het moet wel mooi zijn, wat ik dan mooi vind. Ja. Ja. U verzamelt bijvoorbeeld ook poëziealbums. Zijn die dan altijd mooi? Lang niet altijd mooi. Ze zijn niet mooi behandeld. Het is werkelijk droevig om te zien hoe sommige oude poëziealbums mishandeld worden. Maar er zijn juweeltjes bij. En dan gaat het ook om de prachtige handschriften. Het oudste boekje wat ik heb in de vorm van een doosje met losse blaadjes. Dat is van 1838. En... nou ja, die handschriften zijn natuurlijk fantastisch. En allemaal zo met de lopende heel sierlijk, hand. Ja, heel... En hele persoonlijke verhalen lijkt me dat je daar tegenkomt. Nou, dat heeft ook een evolutie doorgemaakt. Het was ooit in handen van de mannen en jongens, studenten, professoren.
En nou, dat heeft toch wel een paar honderd jaar geduurd. Ja, zo 1800 kwam daar de klad in en toen hadden de mannen of de jongens... En toen werd het van, meer van de dames. Ja, en die hebben zich daar toen meester van gemaakt. Maar die kregen ook een betere schoolopleiding. Mm-hmm. En die konden daar leuk mee overweg. En die gingen het weer heel anders aanpakken. Die hebben bladzijden volgeschreven met gedichten van de toen... eind 19e eeuw gangbare dichters. Oh ja. Genestet, Staring, Laureaar. Fantastisch. Enzovoort. Mooi, ziet je de tendens ook helemaal veranderen natuurlijk. Ja. Iets anders, u verzamelt ook kasten, kastjes. En daar hebben we een heel bijzonder voorbeeld van. Ja. Even kijken. Wat in 1994 ben ik speciaal naar Amsterdam gereisd om een tentoonstelling te zien van bijzondere grafkisten. Ja, was het misschien 2007 dat ik dit heb laten maken. Het is zo clean gemaakt dat als je die plankjes eruit neemt, dan kun je die in elkaar schuiven en dan heb je de deksel. Maar dan moet je toch wel wiskundig inzicht hebben om dat te kunnen bedenken. Ik heb er ook nog ingelegen, past het allemaal wel. U heeft er ingelegen? Ja, tuurlijk. Het past. Moest toch passen? Ja. Maar het is wel heel wonderlijk. Ik denk niet dat heel veel mensen kunnen zeggen dat ze in hun laatste huis zijn geweest. Nee. Denk het niet. Waarom doet u dat graag? Wat heeft u bijvoorbeeld met de dood? Is dat dan? Ja. Eigenlijk kan ik dat niet uitleggen. Toen ik met pensioen ging, of met FUT, dus dat is 20 jaar geleden, toen viel mijn oog op een pagina groot artikel in de krant. Daar was een vereniging met mensen die gingen begraafplaatsen bezoeken. Ik denk, dat wil ik ook. Dus ik ben daar lid van geworden en ik ben van Kopenhagen tot Genua met ze meegeweest en we de prachtigste begraafplaatsen gezien met mooie monumenten. Want hoe zuidelijker je komt, hoe katholieker, hoe uitbundiger. Ja, daar geniet ik van. Ja. En ik geloof dat het 1994 of 96 was, speciaal naar Amsterdam gegaan. Daar was een tentoonstelling van bijzondere grafkisten, helemaal beschilderd. Of waar ze iets bijzonders mee gedaan hadden. En toen ben ik gaan kijken. Ja. En toen dacht ik, dat wil ik ook. Ik had wel een beschilderde kist willen hebben, maar mijn kamer is te klein. En dan, als dat ook nog beschilderd is, en dan zou de deksel erop moeten. Nee, dat gaat niet. Ja, mooi. Het viel mijn ogen prachtig mooi eikenhout. En dat brengt ons bij uw volgende verzameling. Want dat heeft ook eigenlijk een beetje een relatie tot de dood. U verzamelt, of bent verslaafd misschien mogen we wel zeggen, aan overlijdensadvertenties. Ja, zo langzamerhand mag je wel zeggen dat ik verslaafd ben, want dat duurt al 25 jaar. En ik kan niet meer stoppen. U heeft er zelfs een boek over geschreven. Ja, twee. Waarin u echt 200 jaar de veranderingen in overlijdensadvertenties beschrijft. Ja. Wat verandert er dan in die advertenties? Ja, de eerste advertentie heb ik gevonden door naar Jolens Enschede en Zonen te gaan in Haarlem. Die hebben de oudste krant, de oprechter Haarlemmer Courant, hebben zij helemaal ingebonden. Ben ik net zo lang gaan bladeren tot ik de eerste advertentie had gevonden. Nee, 1791. Wat trouwens ook het sterfjaar is van Mozart. Ja. Om het even toeval. Kan het maar niet. Nou ja, en heel vroeger lag toch het accent op, moet je eens kijken, blijf ik arme, zielige weduwnaar achter met 6 bloedjes van kinderen. En, want veel vrouwen stierven ook in het kraambed. Ja. En nu? Toen hebben we nog een saillant moment. Is natuurlijk de Eerste Wereldoorlog. Nou, toen waren de mensen toch wel, en ook de Tweede Wereldoorlog, een beetje moe van uitvoerig adverteren. En zo omstreeks 1900, dan sliep je rustig en kalm in. Terwijl het misschien heel anders was, maar zo schreef je dat. Ja. En bijvoorbeeld in de Tweede Wereldoorlog, als mensen door oorlogsgeweld getroffen werden, dan mocht je dat niet in de advertentie zetten. Nee. Dan stond er ook boven, zere wegen zijn wonderbaar. En was het ook weer, God hebben haar ziel. En, dat zijn mooie teksten. Toen zag ik later in het oorlogsmuseum, of het oorlogsmuseum in Groesbeek, dat de bezetter verboden had om te zeggen, ze is door een granaatscherf omgekomen. Dus dat mocht er niet in. Allemaal bijzondere verzamelingen en heel veel bijzondere geschiedenissen. Mensen moeten dat maar gaan kijken. Aanstaande zondag is er veel meer over u te zien in Overheid de Kunst. Dat is op TV Oost om, even kijken, 16:50. En ik hoop dat u nog heel lang heel veel mag verzamelen. Dank u wel. Dank voor uw komst. Dank u. Graag gedaan.